Ook je tuin moet goed voorbereid zijn op een storm. Itai. Ja? Moet er veel gebeuren? Nou, valt wel mee. Dit is Itai, een hovenier in hart en nieren. Het gaat heel hard waaien. Wat kan ik doen? Nou ja, dan is het goed om een inspectierondje door je tuin heen te lopen om te kijken welke onderdelen los liggen, zoals een gietertje, bloempotten. Ja, zet ze even binnen, zodat ze niet weg kunnen waaien. En ook een vliegende zandbak willen we niet. Nee, daarom is het goed om er iets zwaars op te leggen, zodat die deksel niet weg kan waaien en schade kan veroorzaken. Die staat niet erg vast, hè? Nee, inderdaad. Hij staat wat los. Kan dat veel kwaad? Nou ja, het zijn enorme windvangers. Dus als zo'n groot oppervlak de wind opkomt, ja, dan waait hij makkelijk om. Dus daarom is het altijd goed om van tijd tot tijd je palen te controleren. Vertoont je paal een zwakte, zet er een paal naast, schroef de schutting daarop vast en je bent voorbereid voor de storm. Stormtips van Itai. Zet losse voorwerpen binnen, controleer je schutting en zet alles vast.